ben ik weer. Super leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik het onderwerp de Bullet Journal met jullie bespreken. Want wat is het nou eigenlijk en hoe kan je ermee beginnen? Goed, ik heb zelf een heel makkelijk boekje bij de HEMA gekocht. Deze was trouwens maar €2,50, dus heel veel geld hoeft het niet te kosten. Je kan vast ook naar de Action, maar je kan ook gewoon naar een hobbywinkel. Je kan het natuurlijk zo duur maken als je wilt. Oh ja, trouwens, wat is een bullet journal nou eigenlijk? Een bullet journal is een boekje dus. En daar kan je alles in kwijt. Je kan je to-do-lijstjes, je planners, maar ook als agenda gebruiken. Het is echt een boekje met van alles. En daarom vind ik het zo leuk. Ik ben gewoon lekker creatief bezig. Je kan alles wat je leuk vindt erin zetten. Het maakt niet uit wat. Kent geen grenzen, dat is één ding wat zeker is. En vooral gewoon lekker je gang gaan en creatief zijn. De echte bullet journals hebben lege pagina's en dunne kleine puntjes over de hele bladzijde, zodat je alle kanten op kunt. Door die puntjes te verbinden kun je lijntjes maken of tabelletjes. Je kan daarmee echt zoveel dingen doen. Ik heb daarentegen gewoon lijntjes. En ik merk best wel dat ik daar toch wel beperkt mee ben. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel mijn eerste boekje pas. Dus ja, vandaag ga ik dus mijn bullet journal aan jullie laten zien. Ik ga er eventjes doorheen bladeren. Wel wil ik even zeggen dat deze bladzijden zijn min of meer wel klaar. Maar ik denk dat ik in de loop van het jaar toch wel andere dingen eraan toe zal voegen. Kleine doodeltjes of tekeningetjes, andere dingetjes. En dit is natuurlijk toch wel een video die heel anders is dan de andere video's die op mijn kanaal staan. Dus laat me vooral zeker even weten of je dit nou wel of niet leuk vindt. Dan weet ik of ik hiermee door kan gaan. En laten we maar kijken. Nou, hier zo zie je mijn Pinterest pagina. Ik heb ook een bullet journal board waar ik al mijn ideetjes in plaats. Ik zal even, even naar het bord toe gaan. Kijk, hier zie je allemaal mooie fotootjes van mensen die al eerder een bullet journal hebben gemaakt. En ik kan je eerlijk zeggen dat ik zelf nog niet zo goed ben in dat soort dingen tekenen. Dus dat het er wel een beetje wannabe uitziet bij mij. Maar ja, het is natuurlijk toch wel een doel om zoiets uiteindelijk te krijgen. En ja, het is gewoon heel fijn dat je bijvoorbeeld op Pinterest, maar ook op WeHeardIt, op het trefwoord bullet journal zoekt, dat je dan gewoon echt zoveel plaatjes tegenkomt dat je gewoon met alleen die plaatjes al je boekje bijvoorbeeld zou kunnen vullen. Dus dat raad ik zeker aan als je begint met je eerste boekje. Oké, dit is dus mijn boekje. En de voorpagina is nog heel erg wit zoals je ziet. Maar ik denk dat ik daar echt op het allerlaatst pas wat moois mee maak. Of van maak. En dat zie ik dan nog wel. Op de pagina daarnaast zie je gewoon een soort quote eigenlijk. Nou, dan zie je een kompas. Een jaaroverzicht. Ik ben natuurlijk nu pas begonnen, dus ik heb niet vanaf januari, maar vanaf juni. En dan december. Dan heb ik hier zo iets wat mijn interesse heel erg wekt. Hier zo een kalender, wel van het hele jaar. Wanneer je volle maan hebt, nieuwe maan, halve maan. Dat kan je zo het hele jaar bijhouden. En dan heb je hier zo dus de betekenis van deze tekentjes. En wat bijvoorbeeld de nieuwe maan betekent of een halve maan. Oh ja, ik heb hier zo ook nog wat belangrijke events neergezet. Dan heb ik hier zo de verjaardagen. Gewoon ook over het hele jaar altijd leuk om in je boekje te hebben. Vind ik dan.
Nou, dan kom je alweer bij het eerstvolgende tabblad. Dus hier zo komt een onderscheid tussen het begin en wat erna volgt. Hier zo wil ik dus mijn Netflix-serie zetten. Je ziet hier dat ik Pretty Liars heb gezet. En hier zo The 100. Hier zo komen ook nog andere series waar ik nog niet aan toegekomen ben. Maar het doel hiervan is dat je kan aankruisen welke afleveringen per welk seizoen je hebt gekeken. Dus zo kan je nooit vergeten waar je bent gebleven eigenlijk. Dan kom je alweer bij een volgend tabblad. En dat betekent dat we bij de agenda, of nou ja, agenda, het is maar hoe je het wilt noemen, terechtkomt. Het is nu juni, dus ik laat vandaag ook alleen juni zien. Hier zo gewoon een voorpagina. Het is nog een beetje kaal, er moet nog wat dingen bij komen, maar ik vind het wel leuk zo. Dan heb ik hier zo een maandoverzicht. Hier kan je kleine dingetjes neerzetten per dag. En hier een to-do list wat ik deze maand af moet krijgen. Is nu nog niet zo heel erg veel, maar dat komt vast wel. Dan hier zo'n tracking page. En daar wil ik bijhouden hoe vaak ik in de maand naar de fitness ben gegaan en hoe vaak ik naar yoga ben gegaan. Vandaag ben ik naar de fitness geweest en dan kan ik hier zo dus nu een kruisje zetten. Ik zal dit dus ook in mijn agenda voor aanzetten, maar dat moet ik nog doen. Hier zo de online statistieken, maar zover mijn bullet journal. Nou, dat was dan alweer de video over mijn bullet journal. En wel wil ik even zeggen dat ik het echt onwijs leuk vind om te doen. Dat komt omdat je zo gefocust bezig bent dat je gewoon echt geen tijd hebt voor andere dingen. Zelfs niet voor je telefoon. Ja, een goede manier om te ontspannen. Je bent lekker creatief bezig. Je kan even aan niks anders denken. Gewoon echt alleen bezig zijn met dit. En ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk. En er is eindeloos aan inspiratie op Pinterest, We Heard It. Dus ik weet zeker dat dat boekje bij mij, maar ook bij jou, zeker wel volkomt. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. En ja, hopelijk tot snel. Doei!